In de Klumper in Lieshout is onlangs 2 maal ingebroken. Dat heeft gezorgd voor een gevoel van onveiligheid en bezorgdheid bij de bewoners. Op bezoek van de bewoners hebben ze gesprekken gehad met de woningstichting om te zien of er extra maatregelen genomen kunnen worden. Er is volgens de woningstichting samen met de politie een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van de Klumper over inbraakpreventie. Namens de woningstichting was mevrouw Wilma Modderman, woonconsulent en contactpersoon van de Klumper, aanwezig. En van de politie was er de wijkagent de heer Van de Heuvel. Er zijn een aantal tips gegeven. Zo zijn de openings- en de sluitingstijd van de deur van de centrale entree aangepast en met de bewoners is de mogelijkheid van het plaatsen van een camera besproken. Plaatsing van een camera zou een verhoging van de servicekosten betekenen. Met zo'n wijziging van de servicekosten moet minstens 70% van de bewoners akkoord gaan. Gerrit van Zanten, de nieuwe buurtbrigadier, in aanrichtsel met op Twitter dat inwoners van deze Laarbeekse kern goed op hun fiets moeten passen. Er blijken de laatste tijd regelmatig fietsen in aanrichtsel te worden weggehaald op diverse plaatsen. De buurtbrigadier vraagt inwoners de fiets goed op slot te zetten en bij eventuele onraad de politie te waarschuwen via 0900 8844. Dat is 0900 8844.